Yes, yes, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Emergency 4. Mijn naam is Victor en vandaag gaan we spelen op de Helmond mod. En dat is echt heel lang geleden. Voor mij misschien een van de eerste keren dat we dat echt op Game Channel doen. Dus laten we gelijk lekker beginnen met een medische melding. Here we go. Want er is een persoon in shock. En laten wij de spoedarts allereerst ter plaatse komen en een ambu erbij. Want volgens mij de laatste keer dat ik hier gespeeld heb, toen moest je per se een spoedarts erbij hebben. Maar of dat nodig is, dat gaan we zo meteen zien natuurlijk. Een aantal dagen even geen video's geweest op Game Channel. En dat heeft ermee te maken dat het met mij niet zo heel erg goed ging. Nou, ik had een griepje, zoals je misschien aan mijn stem kan horen. Ik ben nog wat verkouden. Gelukkig gaat het nu weer goed. Het kwam eigenlijk een beetje toen ik met de opnames zat van de kerstaflevering. Ik was gelukkig met kerst weer lekker fit en fris. Hoe moet ik dat uitleggen? In ieder geval, dat dus. Ik was dus eigenlijk echt de aflevering voor kerst. Toen ik die in de render had gezet, toen kwam het opeens helemaal door. En toen ging ik naar bed en toen was ik gewoon echt... Ja, ik ben 3-4 dagen ziek geweest. Dus ja, ook even een paar dagen geen video's eigenlijk. In ieder geval dat dus. Het gaat in ieder geval nu weer lekker de goede kant op. Dus we gaan weer lekker knallen. En ik had zelfs... Ja, ik had een video gemaakt en ik dacht eigenlijk... Waarom maak ik een video? Ik vind er eigenlijk helemaal geen zak aan. Maar dat kwam dus gewoon omdat ik niet fit genoeg was. En... dan ga je gekke beslissingen maken. Dat blijkt wel weer. Nou, nu in ieder geval zien we dat de spoedarts al druk bezig is. Dus, die gaan wij al de wagen in doen. Had ziek idee. En ik dacht, wellicht vandaag leuk om... Emergency 4 weer een keer te doen. Want, ja, natuurlijk, de oud en nieuw komt er weer aan. En vroeger heb ik altijd foto's gemaakt van incidenten. En daarom weet ik ook altijd een beetje de opschalingen en dergelijke. Nou, allemaal leuk en aardig. En ik was vroeger dus ook altijd iemand... Wellicht dat ik dat dit jaar ook alweer ga doen, hoor. Dat weet ik nog niet, maar dat lijkt me echt super gaaf. Hoe moet ik dat nou even uitleggen? Ja, om dat dit jaar ook weer te doen. Gewoon lekker heel de dag meldingen pakken. En toen heb ik... Ja, ik weet niet. Ik heb echt de afgelopen jaren elke keer op Oudjaarsdag moeten werken. En dan kon ik ook geen vrij krijgen. En dit jaar ben ik gewoon op oud en nieuw vrij. En dat is echt super lekker. Dus misschien ga ik wel lekker meldingen mee pakken. En sowieso komt er of op Oudjaarsdag of op Nieuwjaarsdag een video. En het was eigenlijk mijn bedoeling om heel de kerstvakantie voor de mensen elke dag een video. Maar dat gaat toch wel wat te veel worden. En ik had ook nog een paar vrije dagen en zo. Dus dan heb ik ook weer wat extra in video's gestoken. Maar ja... Meer dan je best kan je niet doen, zeg ik. Oké, here we go. We gaan gelijk door met de volgende melding. We gaan natuurlijk voor een HV. En dat is in de regio Helmond, zoals we kunnen zien. Dus we gaan voor een 1 TS en een dingen Helmond. THV. En we hebben gelijk al... Volgens mij komt er met de THV ook gelijk een ambulance mee. Maar dat weet ik even niet meer heel erg zeker. Ja hoor, daar komt hij al. Komt een ambulance. Maar we hebben 2 gewonden, vermoed ik. Voor de zekerheid toch nog even een extra spoedarts ter plaatse sturen. Zo. Even kijken. Zo. Hartstikke idee. Ja, een ambulance zit als eerste. Maar ja, laten we allereerst zorgen voor veiligheid en geen chaos. Het verkeer gaan we even regelen, jongens. Kan deze nog iets regelen, vraag ik me af. Nee. Nou, die gaat hier al mooi staan. Hoppakee, gelijk nog een melding. Even kijken hoor. Nou gaan we het lekker druk krijgen, jongens. Even kijken, laten we eerst deze eventjes aan het werk zetten. Ik weet niet of de 2 mensen klem zitten. Ja, dat dacht ik dus al. Dus ik ben blij dat ik 2 spoedartsen heb opgeroepen. Even kijken, here we go. We gaan gelijk de 2e tankauto-spuit oproepen, jongens. Van Helmond. Even kijken. Ging het ook weer? 1 TS Helmond. Hartstikke idee. En dan gaat als het goed is de 2e tankauto-spuit automatisch eruit. En dat is het leuke aan deze dingen. En als deze dan zo weer beschikbaar is, dan roept hij die weer automatisch op. Dus dat is best wel mooi. Even kijken. Nou, ik zie dat... Ai, wacht even. Wat ik eigenlijk wel mis, is dat deze dingen
Oei, dat gaat niet goed, jongens. Dat gaat niet goed. Oh, en ik zie dat dat ook niet goed gaat. Het komt wel goed, schatje. Oh, dat kan. Ja, gelukkig. Nou, dit kan ik nog wel onder controle krijgen, denk ik. Ik ga voor de zekerheid er nog wel eventjes een extra tankautospuit bij sturen. Want ik zie dit toch misschien nog wel misgaan. Even kijken. Zo. Nou, het is eigenlijk niet zo heel boeiend, maar het gaat meer om dat het de heg in de fik staat. En dat, ja, dat is vaak wel een hele issue eigenlijk. En volgens mij, als je iets voor een brandmelding oproept, dan gaat ook automatisch de dingen mee. Gaan ze ook twee ademluchttoestellen ophangen. Nou, oei, en ik zie dat er hier ook al flink alles in de fik staat. Zo. Hoop ik niet dat het huis meegaat. Misschien dat we even kijken. Zo. Die kunnen we misschien hier zo. Ik wil echt niet dat het doorslaat, jongens. Nou, we hebben een beetje te weinig mankracht. Want ja, zoals de meeste mensen weten, dingen moet altijd in twee groepen werken. Nou, dan ligt dat we dit even kunnen doen. Zo. Deze hier zetten. Oké. Gaan we gelijk hier door. En we moeten nog een extra ambulance erbij hebben natuurlijk. En laat even een like achter. Als je het net zo spannend vindt als mij. Nou, ik denk dat we deze sowieso weer retour post kunnen doen. We hebben eigenlijk niet echt meer nodig. Laat de HV kunnen we nog wel even houden. Zo, retourpost. Hartstikke idee. En dan kunnen wij denk ik zometeen alle gewonden gaan afvoeren. Twee sleepwagens. Lijkt me ook niet geheel onbelangrijk. Zo. En dan doen we natuurlijk zo. Hoppakee. Gaan we weer even terug naar het dingen. Ja, eigenlijk is het niet echt meer nodig, hè, jongens. Dat ding klinkt een beetje of die astma heeft. Oh, volgens mij heb ik iets verkeerd opgeroepen, jongens. Nou ja, dan kan die terug. Retour post. En dan laten wij deze ook nog even opslepen voor de zekerheid. Zo. En dan hebben we het. Ja, het is een beetje verkeerschaos misschien, maar al met al hoop ik dat als we het een beetje snel oplossen allemaal, dat het wel goed gaat komen. Nou, deze kunnen we wel weer terug naar de post sturen. Ah, daar is die al. Kijk, snel. Snel, snel, snel. Oké, die kan terug. Ja, dus deze kant stroomt al lekker door. En we gaan hier nog even snel door. En dan kunnen wij zometeen van dit ook weer allemaal geregeld worden. Nou, we gaan weer even snel terug naar de verkeersproblemen hier zo. De HV is er nog voor extra ondersteuning natuurlijk. Ik weet trouwens niet wat de standaardprocedure daarvan is, jongens. Weten jullie dat? Ik weet dat er bij een hulpverlening dan wordt er een tankautospuit opgeroepen en een hulpverleningsvoertuig. Maar ik weet niet als er één weggaat of dat dan de HV als eerste is. Meestal gaan ze samen, maar als er één moet blijven, is dat dan de HV of de tankautospuit? De HV heeft meer aan boord, maar de tankautospuit die heeft dan weer... die heeft veel meer bemanning, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zit. Nou, we gaan die gelijk oproepen. En of de OVD natuurlijk blijft. Die kan in dit geval van mij, mag die lekker terug. Hartstikke idee. En gelijk een paniekmelding. En een paniekmelding is wel interessant op zich. Nou, ik ga het even echt als een malle ga ik dit allemaal even oplossen. Want het is druk op de meldkamer. Het is druk op de meldkamer.
kijk, en deze, dat vind ik nou fijn als je hier op retour post drukt. Dan gaan de mensen gelijk inladen. Hartstikke idee. Ik ben benieuwd wat er dan... Wow! Holy damn! Jongens, holy fuck! Dit is echt... Ik schrik hier gewoon serieus van, jongens. Er moet natuurlijk altijd netjes blijven. En rustig, dus ik schaal gelijk op naar middelbrand. En ik wil ook eventjes gelijk een schuimblusvoertuig te plaatsen als die er is. Jazeker. Gaat alleen wel even duren. En ik wil natuurlijk even een politie-surveillance ter plaatse hebben. Ik denk dat dit wel eventjes een klein paniekje gaat worden. Maar hier is het inmiddels allemaal opgelost. Dus wellicht dat we zo meteen een extra opschaling kunnen doen. Moet deze natuurlijk even helemaal aan de kant staan, zo. En je moet even opletten, want als dit eenmaal te dichtbij zit, jongens... Even kijken, dit moeten we echt goed aanpakken, jongens. Want anders dan verprutsen we het. En dat moeten we niet hebben. Oké, here we go. Dan gaan we dan deze even omdraaien. En de tankauto-spuit die zo meteen een middelbrand maakt, ga ik aan de andere kant gelijk zetten. Volgens mij heb ik deze melding al eens een keer in een eerdere video gehad. Ambulance die kan stand-by blijven staan. Ik zie ook wel dat die gelijk... Ik moet ook in de gaten houden dat die voertuigen niet kapot gaan. Zo. Nou, deze kant wordt gedaan. Deze kant houden we gelijk nat ook. Lijkt me ook niet heel onbelangrijk. Nou ja, en... Hier gaat de brand wel wat sneller dan in het echt. Even kijken, zo. Oké. Nou, waar blijft die tweede tank uit de spuit, jongens? Hoppakee, dat bedoel ik. Die wil ik hier zo hebben. En ik wil degene die hier zo staat, wil ik dat hier het verkeer gaat regelen. Op zich wel weer goed dat er nog een tank uit de spuit stand-by staat op de post van Helmond. Dus het zou mooi zijn als we het hierbij kunnen laten. Er komt nog het schuimblusvoertuig. Die kan dan even aan de zijkant grof erbij spuiten. Daar hebben we hem al. Even kijken. Ik denk dat het slim is om hem juist helemaal hier neer te zetten. Zo. Oké. Deze gelijk hierheen. Even kijken. Zo. Deze hier zo. Oké. En laat even weten, jongens, hoe jullie vinden dat het gaat. Ik wil vroeger altijd heel graag bij de brandweer. Dus ik was ook echt zo'n freaky, weet je wel. Die ging echt op allemaal dingen letten. Maar mijn tactiek is altijd om te zorgen dat de brand niet uitbreidt. Dan kan je hem daarna makkelijker aanpakken. En dat werkt 9 van de 10 keer wel. Dus ik ga eentje dit laten blussen. Krokante krab staat ook in de fik, zie ik. En ik zie een gewonde. Tot mijn grote verbazing. Dus ik ga even kijken of ik iemand ademlucht kan laten ophangen. Om die te redden natuurlijk. Zo. Nou, ik denk dat het bijna gedaan is. Ik hoop dat het nog goed gaat met degene. Zo. Oké, daar komt hij. Ja, dat lijkt mij geen prettige ding hoor, als je rook hebt ingeademd. Echt niet. Oké. En houd er altijd rekening mee. Als je dit gaat doen. Dat je altijd moet zorgen dat je ambulance nooit te dicht bij het vuur staat. Of andere voertuigen. Anders gaan die in de fik. En dat is in sommige voertuigen weer niet zo. Dus ja, nou ja. Volgens mij, deze heeft een noodarts nodig, want het is ernstig. Maar ik ga gewoon kijken of ik hem al gelijk kan vervoeren, want... dat kan niet. Oké, nou, jammer. Even kijken, zo. Dan ga ik die noodarts toch even oproepen. Even kijken, zo. Ambulance, spoedarts. En een verkeersongeval hebben wij gelijk al. En dat is mooi. Want er staat een tankauto uit ter plaatse stand-by.
En daar hebben wij dan natuurlijk weer goed op voorbereid. En de HV is er ook klaar voor. Dus wij hebben echt even het allemaal goed geregeld, jongens. Even kijken, here we go, daar gaan we dan. We gaan verder met een Helmond HV. Deze natuurlijk. En als jullie dan meer Emergency 4 willen, laat het dan even zeker. Jullie weten onder in de comments, want ik vind het in ieder geval super gaaf al hem elke keer. Nou, gaan we dit even oplossen. Nou, in die tijd kunnen wij, hartstikke ziek idee, kunnen alles, dingen kunnen retour, zo. Die kan terug. Die kan terug. En dat is echt makkelijk. Je drukt gewoon op de P, hartstikke ziek idee, en alles laat in. Die kan terug. Die kan terug. Die kan terug. En je ziet het even hoe snel dit allemaal gepiept is. Nou, dit gaat in ieder geval nog even door zo. Dat is mooi. Dan zie ik alweer dat hier de brandweerwagen is. En de HV. Hartstikke idee. Ah, ik vind het echt lekker. Ga, jongens. Ik kan er niks anders van maken. Maar van mij mag de ambulance zal wel vastkomen. Zo. Ik dacht. Ja, persoon gevallen. Ja, het wordt nu wel super druk hoor, jongens. Zo. Hoppakee. En de spoedarts, komt hij nou ook nog of niet? Want dat. We brauchen aan de Einsatzstelle dringend een noodarts. Oh, jawohl, een noodarts. Oh. Nou, we gaan lekker de heli erbij pakken. Wat vinden we daarvan, jongens? Ik denk dat die misschien nog sneller is. Zo. Oké, hier gaan we gelijk een spoedarts ter plaatse sturen. En de lifeliner is onderweg, zoals je dat al hoort. Even kijken, zo. Die kan mee. Hoppakee. Die kan terug. Of we kunnen deze eigenlijk gelijk doorsturen misschien. Dat is ook wel handig. Zo. Ik vind het jammer, echt heel jammer, dat die, dat het een fout is. Het gaat met de brandweer alarmeren goed. Alleen, het gaat niet helemaal goed met deze persoon. Dus dat vind ik wel, ja oprecht jammer eigenlijk. Lifeliner te plaatsen. We hopen dat daar natuurlijk de spoedarts in zitten. En daar zit er natuurlijk altijd in. Hoppakee. Nog net op tijd. Nou, we gaan gelijk deze retour sturen. Hoppakee. Die gaat ook terug. Die laten we optakelen. En volgens mij is een dure inzet de traumahelikopter laten komen, maar... Hoppakee, rookontwikkeling. Gelijk door. Nou, dit is een rotmelding. Laten we lekker doen, jongens. Het wordt de aflevering ook weer zo lang, hè. En ik wil wel natuurlijk dat jullie het leuk vinden. Kijk, als jullie zeggen, doe langere afleveringen, dan ga ik dat doen. Want ik weet je wat het bij mij is? Ik heb serieus, vroeger heb ik dit spel gewoon echt weekenden gespeeld. Dus voor mijn part speel ik dit zo'n uur door. Alleen ik wil ook weer niet dat het voor jullie te lang wordt. Dus, nou, dan weten jullie dat ook weer. Laat maar even weten of jullie langer willen of vaker willen. Dan ga ik daarvoor zorgen. Nou, deze melding is bijna opgeknapt. Zo. Die kan ook weer terug. En die gaat dan gelijk retourpost. En dan maken wij de laatste melding af. En dat is deze. Oh, en nu zijn er twee spoedartsen. Maar dat maakt helemaal niet uit natuurlijk. Zo. Nou, en dan zeg ik dat we een paar flinke goede meldingen hebben gehad. Ja. Oh. Nou, wat gaat hij nou doen? Oh, nou, wat gebeurt er nou allemaal, jongens? Nee, kom hier. Kom hier. Nou, ik denk dat wij een paar super toffe meldingen achter de rug hebben. Laat even weten hieronder in de comments wat jij ervan vond. Ik vond het in ieder geval spannend, episch en toch ook wel weer leuk, zo'n aflevering. Wil jij dat ik dit vaker ga doen? Ram er even op die like-knop, dan weet ik zeker dat we dat gaan doen. En laat een leuke comment achter. Heb je nou een suggestie voor een mod die ik de volgende keer moet spelen? Laat dat dan ook even weten. Los Angeles heb ik de vorige keer gedaan. Dit was de Helmond mod. En er is ook nog een
Egmond mod. Die is ook super gaaf. Dus laat me weten welke mod wil je dat ik volgende keer doe. En dan ga ik dat wellicht doen. En dan zie ik je de volgende keer weer op Game Channel. Bedankt voor het kijken en tot dan!